Teun, gefeliciteerd. Je hebt net je handtekening gezet onder een nieuwe verbintenis bij FC Den Bosch. Ik kan me voorstellen dat je er tevreden mee bent. Ja, zeker. Zeker. Heel blij mee. Heel blij met het vertrouwen vanuit de club. En ik heb zin in de komende 2 jaar voor FC Den Bosch uit te komen. Was het een lastige beslissing voor jou? Nee, het was geen lastige beslissing. Ik ben nu al een aantal weken in contact met Youssouf. Ik voel veel vertrouwen vanuit de club en vanuit de trainer. En ik denk dat het voor mij een goede plek is om mezelf door te ontwikkelen in de komende 2 jaar. Dus heel blij mee. Ja, hoe komt zoiets eigenlijk op gang? Je zegt, je hebt al een tijdje contact met Youssouf. Zegt hij dan tegen jou, Teun, kom even praten. We willen jou verlengen. Of hoe gaat zoiets in zijn werk uit? Ja, ik denk 2 maandjes geleden kwam hij een keer naar de training naar me toe van kom even zitten. En uiteindelijk een beetje met de zaakaannemer ook een gesprek gehad met Youssouf. En alles lekker rustig aangedaan. Er werd niks overhaast beslist in ieder geval. En goede gesprekken gehad. Ik voelde veel vertrouwen vanuit de club. En heel blij om bij te tekenen. En denk een goede stap voor mij om hier voor te beduren. Ja, je tekent nou voor de 3e keer een verbintenis bij Den Bosch. Hoe kijk je terug op die afgelopen 3 seizoenen eigenlijk? Ja, heel erg met up en downs denk ik. Even kijken, in mijn eerste seizoen ben ik volgens mij nog 11e. Zoals iedereen weet, de laatste 2 seizoenen is het best lastig gegaan. En nu ook een teleurstellende plek waar we staan. Maar ik merk dat er heel veel veranderd is binnen de club. Ik denk dat er een goede energie zit in de club. En als je ziet ook, afgelopen vrijdag winnen we dan van de rivaal Toppos. En als je dan ziet hoe je hier onthaald wordt, ik denk dat er echt heel veel potentie zit in deze club. En ook hoe er leiding wordt gegeven en vanuit de technische staf, vanuit Damien ook erbij. Ik denk dat we uiteindelijk gewoon moeten geloven dat we aan het doen zijn. En uiteindelijk gaan die resultaten vanzelf komen, denk ik. Waar zit het dan voor jou in? Je zegt er is veel veranderd binnen de club. Wat voor dingen uitzicht dat in jouw ogen? Ja, gewoon als je ziet al hoe professioneel het is geworden, zeg maar. Als je nou beneden in de gym gaat kijken ten opzichte van vorig jaar. Dat scheelt gewoon echt heel veel. Ik kan zeggen, als voetballer is het natuurlijk heel belangrijk om jezelf te ontwikkelen in de gym. En met goede faciliteiten kan het natuurlijk een stuk beter. En met Damien erbij, de nieuwe performance coach dan. Ja, die geeft ons ook hele goede training. En daar worden we allemaal beter van, denk ik. Dus daar heb ik zelf ook veel profijt van. Hoe kijk jij over die 3 seizoenen en die 3 contracten, hoe kijk je terug op jouw eigen ontwikkeling? Hoe vind jij dat je zelf als speler of als persoon ontwikkeld hebt binnen die kaders? Ja, ik heb wel wat last gehad van blessures, ook afgelopen jaar natuurlijk weer. Maar ik denk dat ik als persoon sterker ben geworden hier. Ik denk dat de sterkste personen gecreëerd worden in een omgeving waar niet veel gewonnen wordt. Dus dat is op dit moment het geval hier natuurlijk. Als voetballer en als mens denk ik dat ik een betere speler ben geworden de afgelopen 3 jaar. Ook jongens op sleeptouw nemen. Ik denk dat ik een leidende rol vervul op dit moment. En ik wil daar graag mee doorgaan en blij mee. Is er dan ook een punt waar je voor jezelf graag wil ontwikkelen? Als je zegt, ik wil jongens op sleeptouw nemen. Je bent een van de aanvoerders dit seizoen. Is dat echt een verantwoordelijkheid die jij dan wil nemen? Of iets wat jij nog verder wil ontwikkelen? Ja, zeker, zeker. Dat is een belangrijk punt in het voetbal, denk ik. Vooral als centraal verdediger kan je het voor jezelf natuurlijk een stuk makkelijker maken wanneer je veel coacht en wanneer je veel praat. Voor mij is het ook niet altijd makkelijk geweest om dat gelijk te doen, want ik ben natuurlijk ook pas, begin van het seizoen pas 23. Dus om al gelijk een van de leiders van de groep te zijn was nog best lastig. Maar ja, met veel gesprekken ook met William, de assistenttrainer. En ik praat ook met een sportpsycholoog. En uiteindelijk daar ook veel over gehad. En ik denk uiteindelijk wel dat ik daar stap in gemaakt heb. En ik denk dat iedereen dat ook wel kan zien. Ja, dan teken je een nieuw contract voor 2 jaar. Wat verwacht jij van de komende 2 seizoenen bij FC Den Bosch? Ik denk sowieso, als we op deze manier doorgaan hoe we nu doen. Het klinkt misschien nog heel ver weg omdat we nu op deze positie staan. Dus dat is makkelijk gezegd, zeg maar. Alleen ik denk als we gewoon blijven geloven in wat we doen. Dat het uiteindelijk zeg maar, terugkeert op het veld met resultaat. En we moeten op dezelfde manier doorgaan zoals we bezig zijn, denk ik. Niet veel veranderen. Nou, morgen nog twee mooie jaren dan. Ja, zeker, zeker, zeker. Hopelijk een goede selectie volgend jaar en dan wordt het heel leuk volgend jaar, ja. Zeker.